wil je eigenlijk oplossen? Dit is de tekentafel. Een beetje alles bij mij in de buurt. De waarde van het huis hopelijk. Ja, precies. Ja. Dat is belangrijk. Heel en dit was toen je 10 jaar was, hè? Ja, dit is voor 10 inderdaad. En dit ook zo'n beetje als iets rond die leeftijd. Ja, dat is het schaakbord. Maar dan voet je zelf schaak... Of ja, dit zou ik nog steeds op zich gaan doen. Als ik met mensen was, inderdaad. Zou ik het ook nog wel een keertje proberen. En skate, ja, skate zou ik zelf niet meer aan beginnen. Maar behalve als ik uitgedaagd werd, dan zou ik waarschijnlijk, zou ik je waarschijnlijk nou ja, wel leuk vinden. En oh, dat is wel interessant. Waarom begin je niet aan het skaten? Ja, ik heb wel moeite om elke 3 keer per week hier te komen. Ik moet ook veel werken, reizen, dus dan heb ik niet dus zoveel tijd meer, voor meer dit soort, tijd. Maar niet zozeer een kwestie van altijd opnieuw ja, dingen leren. Als ik veel meer tijd had, dan zou ik dat soort dingen misschien wel wat vaker doen. Ah, want wat voor gevoel geeft dat skaten? Skaten? Vrijheid. Vrijheid. Denk ik, ja. Want en een beetje kick. Een kick. Ik bedoel, je kan in je eentje, kan niet zo hard rennen of in de trucs doen. Dus ja. En zou je dat met mensen willen doen dan? Ja, niet skaten. Alleen. Ik zou het niet alleen. Tenminste minder snel alleen. Zijn er ook andere dingen die een kick zouden kunnen geven waar je gewoon in je vrije tijd... Die tafeltennis, dat vind ik ook... Hadden we die gevonden, tafeltennis? Ik had hem er nog niet bij. Oh sorry, die had ik niet genoemd omdat dat in je woning was. Ja daarom, die krijgen we als het goed is. Yeah. Dus, en ik heb er ook eentje bij ons op kantoor geregeld. Over 2 weken komt er een tafeltennistafel bij ons op kantoor. Oh, dus, leuk. Dan wordt het wel leuk, tegen collega's. Dat krijgen wij ook op kantoor, hè? Ja, alleen hij is...